Als Geert Wilders de hersens had gehad van Hans Wiegel, hadden wij allemaal op hem gestemd. Nieuws. Uit de peilingen blijkt dat hier in Zuid-Holland de PVV de grootste partij zou worden. Wij zijn hier om te kijken hoe gewild Geert Wilders nou is. De PVV lijkt de grootste te worden hier in deze regio. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk in heel Nederland. Terecht, ja. Vind ik wel. En waarom dan? Nou, dus, ze hebben vroeger tenminste oppositie, dus... En het is niet zo'n best beleid, hè, wat er gevoerd wordt door de VVD en consorten. De PVV lijkt de grootste te worden hier in de regio. Dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook? Ja, waarom? Ja, dan moeten we wel wat veranderen. Wat moet er veranderen dan? Ja, eigenlijk alles. Eigenlijk alles. Overal, die crisis die is nou, die duurt nou veel te lang. Ja, ik denk dat dat wel positief is voor de Hagenaars, dat de PVV een van de grootste wordt. Ik zeg, dat is beter als de andere partijen. En waarom dan? Nou, ik denk dat de PVV voor de toch een beetje rechts is. En rechts is altijd goed voor ons. Hoe zou de PVV het beter gaan doen dan? Nou, kan dat slechter. Ik bedoel, er worden geen huizen gebouwd. De energieprijzen gaan door het plafond. De levensmiddelen zijn niet te betalen. Het wordt toch steeds vervelender hier in dit land. En waarom zou de PVV wel wat gaan veranderen dan? En wat zullen ze veranderen dan? Dat de PVV zegt waar het op staat. Die noemt het beestje bij de naam, zeg maar. En dan worden misschien andere mensen door wakker geschud. En dat ze denken van nou, laten we nou eens aanpakken. En laten we dan eens samen met die PVV gaan. Want die hebben best wel goede ideeën. En wat denk jij dat de PVV hoofdzakelijk gaat veranderen dan? Nou, gooi eerst die grenzen dicht. Want het is te gek voor woorden wat hier allemaal in het kleine landje binnenkomt. Dat slaat helemaal nergens op. Kijk, je kan best iemand helpen. Ik bedoel, stuur maar lekker 90 miljoen naar Turkije. Helemaal geen probleem mee. Bouw het daar op. Stuur geld naar andere landen. Help die mensen. Maar ja, vol is vol toch? Niet meer als normaal dat ze die gewoon die asielstroom gewoon moeten stoppen, want vol is vol. Kijk, het heeft niks met discrimineren te maken, maar je kan wel Nederland vol blijven pompen. Eens is het een keer klaar. Luister, wat er nu aan de hand is allemaal, wordt allemaal door de regering zelf veroorzaakt. Snap je? Nederlanders worden weggedacht en Nederlanders worden niet meer aangedacht. Snap je wat ik bedoel? Er komen te veel asielzoekers hier in Nederland, vind jij? Ja, natuurlijk. Veel te veel in het kleine landje. Ons eigen volk, die kinderen kunnen niet eens een woning vinden. En dan zit in een cruiseschip met een drie gangen menu om een dag. Ik bedoel, verhoudingen zijn toch helemaal scheef? Dat zou gezond zijn als het een 50-50 verhouding zou zijn. Maar het is nou eerder 90% tegen 10%. 90% buitenlanders en 10% Nederlanders. Ja, ik ben zelf geen racist, maar dat gaat toch op een gegeven moment irriteren. Ook dat mensen bijvoorbeeld gelijk een woning krijgen, terwijl andere mensen 10 jaar op een wachtlijst staan. Vind je ervan dat de PVV de vluchtelingenstroom wil minderen? Daar ben ik het wel mee eens. Het moet een keer stoppen, want wat er daar nu gebeurt is onmenselijk. Toch, Ter Apel? Ja. Ze leggen er allemaal in het gas. En waarom zou de PVV dat wel kunnen stoppen en de rest niet? Nou, omdat er wat er nu de gevestigde orde is, dat zijn allemaal linkse rakkertjes. Dus ja, en dat is de PVV dus duidelijk niet. Weet je wat het is? Mijn visie op alles is, als Geert Wilders de hersens had gehad van Hans Wiegel, hadden wij allemaal op hem gestemd. Uw stem hebben ze? Mijn stem hebben ze, ja. Al jaren. De PVV heeft mijn stem. De PVV krijgt mijn stem, ja. Klik. Klik. Klik.